Ik even nadenken wat ik ga zeggen. Lieve, lieve mensen, wij staan hier niet alleen met de gele hesjes voor alles wat hier fout gaat. Ja, eigenlijk, we staan hier voor alles wat fout gaat. Maar ook omdat we zwaar tegen de jeugdzorg zijn. Het hele systeem is zo corrupt als ik weet niet wat. Zoals de jeugdzorg. Ik denk dat een gemiddelde Nederlander geen woord goed te spreken heeft over de jeugdzorg. En je hoort vaak van, ach, jeugdzorg komt toch niet zomaar in je leven. Dat dacht ik ook, anderhalf jaar geleden. Helaas, nu anderhalf jaar verder, is mijn zoontje uit huis geplaatst omdat we dakloos werden. Omdat het zo hier goed gaat, urgentie kregen we niet meer. Uiteindelijk was er afgesproken dat wij ons kindje terug zouden krijgen wanneer wij alles op de rit weer hadden. Nu anderhalf jaar verder hebben we alles op de rit. Huisje, boompje, beestje. Kinderkamertje al een jaar klaar. Waar we tegen een leeg kinderkamertje aan zitten te kijken. Maar nog steeds geen kindje erin. En je raadt het al, de voogd, mijn liefdevolle voogd, tussen aanhalingstekens, heeft 3 dagen geleden mij te kennen gegeven dat mijn zoon niet meer terugkomt. Nooit meer tot zijn 18e levensjaar. En met wat voor reden? Dat kunnen ze niet geven omdat hij te lang uit huis is geplaatst. Hij zit nu in een crisisopvang of een crisispleeggezin. En dan wordt dan weer naar een ander vastpleeggezin geplaatst. En als ik dan vraag aan hun van, maar of hij nou naar een ander pleeggezin gaat of naar zijn biologische ouders, dan krijg je er geen normaal concreet antwoord op. Terwijl de rechtszitting pas over 2 maanden is. Hoe corrupt kan het zijn terwijl de rechter nog niet eens besloten heeft? Maar de voogd mij wel weet te vertellen dat mijn zoon nooit weer terug gaat komen met een glimlach op zijn gezicht. Hoe corrupt wil je het hebben hier in Nederland?